De verkeerssituatie in de Grote Marktstraat is voor fietsers en voetgangers niet veilig. Regelmatig vinden er kleine aanrijdingen plaats. Volgens de Haagse Stadspartij komt dat vooral omdat de straat nu aangemerkt wordt als een zogenaamde shared space, waardoor onduidelijk is welke regels er eigenlijk van toepassing zijn. Raadslid Gerwin van Vulpen heeft aangedrongen op maatregelen. Ja, we hebben alles gevraagd om witte lijnen en zebrapaden, hè, zodat er meer duidelijkheid komt welk deel nou voor de fietser is en welk deel voor de voetgangers. Maar dat schijnt niet het gebruik te zijn in shared space, want dan nodigt het fietsers uit om nog harder te gaan rijden. Het idee is dat je allemaal een maximumsnelheid van 15 km per uur aanhoudt. De vraag is of het eigenlijk wel mogelijk is die verkeersregels te handhaven. Dat is heel moeilijk. Daar is niet op te handhaven. Want fietsers om te beginnen hebben geen kilometerteller op de fiets zitten. Scooters nog wel. Die rijden vaak ook wat harder. Dus die zouden beter kunnen weten. Maar fietsers, dat is natuurlijk heel moeilijk. Wanneer rij je 15, wanneer rij je 17 km per uur. Hè? Dus dat, als je rustig fietst, zou dat 15 km per uur horen te zijn. Maar er zijn mensen die haast hebben, die doorrijden. Ja, die rijden wat harder. Maar hoeveel, dat is niet duidelijk. Dus dat is niet op te handhaven. Niet te handhaven. Maar wat zou dan een oplossing kunnen zijn? Wat nog wel eens te proberen valt, en daarom heb ik voorgesteld met borden. Je zou wel eens wat beter kunnen communiceren over wat dat nou inhoudt, shared space. Hè, die maximum snelheid van 50 km per uur is voor veel mensen niet duidelijk. Bij gebrek aan beter pleit de Stadspartij dan maar voor het plaatsen van borden en schermen om de verkeersregels duidelijk te maken. Ik zie hier bijvoorbeeld in die Grote Marktstraat vaak van die lichtborden staan van let op fietsen, dieven of zakkenrollers actief. Daar zou je ook eens op kunnen zetten. Let op, u bevindt zich in shared space. De maximum toegestaan snelheid is hier 50 km per uur.